Maar ik vind het oprecht een beetje spannend ook. Want ja, wel, ik bedoel, we zitten nu in die bus, maar... Hoe gaan we zo binnenkomen? Ja. Ik ga zeggen, hallo YouTube. Yes. Woep woep, welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierige Gasten. Ik ben Niels. Ik ben Martijn en dit is Barry Juice. Hallo YouTube. Barry Juice is mijn collega DJ van Disco Troopers. En de beste man, we krijgen wel eens biertjes en zo. Maar we krijgen nooit echt een VIP treat. Toen wij jong waren, dachten we al dat als je DJ's zijn in Amsterdam, dat je gewoon in de watten gelegd wordt. Dat je wat champagne krijgt. Dat je gewoon, ja, misschien wat mooie vrouwen om je heen. Maar het valt me nog niet tegen. Dus jij wil als DJ zijn een VIP treatment? Ja. Oké, cool. We zijn erachter gekomen dat er altijd een bus gaat naar Extreme Outdoor waar iedereen de VIP treatment krijgt die Barry zo graag wil. Die staat achter ons. En hoe gaan we daar binnenkomen? Ja, wij zijn festival reporters van Resident Advisor Nederland. Ze hebben volgens mij helemaal geen Nederlandse tak. Wij doen lekker alsof. Oké, laten we naar de bus gaan. Laten we even naar de bus gaan. Jullie moeten gewoon vlak achter ons aanlopen. Jij moet gewoon de camera zo houden. Hou hem zo. Hoi. Wij zijn van Resident Advisor Nederland. Dit is van Resident Advisor. Wij maken een festival report voor Extrema. En ik zou nu op de lijst staan met 5 man. Met 5? Ik ga heel even kijken. We staan niet op de lijst, Resident. Ja, weet ik niet. Maar wij hebben echt ook perspas gekregen. Ja. Dus. Oké. Okay. Top, dankjewel. Ik vind het wel heel mooi, dit. Ik vind het oprecht een beetje spannend ook. Want ja, we zitten nu in die bus, maar... Hoe gaan we zo binnenkomen? Ja. Dat is de vraag. Want de bus is het vervoer, ja. Maar is het dezelfde organisatie die het festival organiseert? We komen niet zo naar binnen. Moet ik anders even vragen of we misschien nog een kaartje of iets krijgen? Wij stonden net niet op de lijst voor die bus. Ja? Worden wij zo meteen gewoon begeleid vanaf de bus naar het festival? Of hebben we daar de kaart voor nodig? Nee, ja, weet niet. Mieze gaat straks gewoon alle bandjes ophalen en die gaan we nog gewoon uitdelen. Zoals je ziet zijn we gearriveerd. Ja, er worden dus wel bandjes uitgedeeld. En dan checken ze je naam op de lijst. Ja, dat gaan we afwachten. Het komt erin, toch? What the fuck deed jij? Hij beet toch in mijn tape, hoor? Hij beet toch aan in mijn tape, hoor? Dat is weer een lijst. Nee. Ja. Nou, we lullen gaan hetzelfde verhaal. Jongens van Resident Advisor, waar ik net. Ja, cool. Even kijken, jullie zijn met z'n... Vijven. Ja, top. Ik heb hier staan. Helemaal terecht. Top. Mag je al even bandje mee? Ja, thanks. We zijn de boom. Gasten, we zijn binnen, ouwe. Martijn die kreeg net bij de bar geen gratis bier. Dus ik ga nu naar een meisje van de bus waar we net in zaten. Ik ga vragen of ze iets van muntjes heeft of zo. Heb je ook munten? Ja, jullie krijgen in ieder geval deze. We zijn met z'n vijven. Oké, ja, top, dankjewel. Barry, een grote moment. Champagne! Gasten, dank jullie wel. Ik vind het echt heel mooi. Ja, ben je blij? Ja, ik ben heel blij. Ik heb net een van de mensen van de organisatie gesproken. En ik kan nu iemand gaan interviewen. Dat is een DJ. Wij zijn van Resident Advisor. What do you think about the show? Very short, but very short. Yeah. My favorite song of you is Put Your Hands Up for Detroit. How many months have you spent on it? How many months have you spent dollars on sunscreen, dude? You could really use some. Oké, ik heb hier net even met een meisje gezeten. En op een gegeven moment vroeg ze van... Hey, gaan jullie hier ook draaien? Ik zei, ja, wie zijn jullie dan? Boys Noise, heb ik gezegd. Als je over 5 minuten daarheen komt, dan kan je mee. Oké, top.
Dus wij kunnen nu de boot op. We gaan proberen om op de stage te komen en een plaatje te draaien, toch? Ja, sowieso. Oké. Okay. Naar Main, toch? Ja. Ja. Dus een rondje. Ja. Zo kunnen ze toch zijn. Zo hard ze kan. Wij komen totaal niet over als DJ's die de hele wereld al hebben gezien. Want we lopen te giechelen bij 40 km per uur. Bear Juice, het festival nadert zijn einde. We hebben een hele mooie dag gehad. Het is helaas niet gelukt voor draaien. Ik heb een prachtige dag gehad en ik wil jullie echt bedanken. Want ik heb een waanzinnige VIP treatment gehad op een speedboat, gepierste mattables, champagne. Het kon niet op. Dus weer tevreden, twitteraar. Waanzinnig. Echt jongens, heel mooi. Dankjewel. Tuurlijk. Ja. Wij hebben ook nog een Facebook account, Twitter, Instagram. Daar kun je ons op volgen. Ja, abonneer als je het niet hebt gedaan. Ja. Elke week een nieuwe video. En hashtag Giergasten, post je wens. Dan kun jij ook meedoen in ons filmpje van de Giergasten. Ik heb zelf een YouTube kanaal nu, dat heet Skills. En daarmee haal ik een vette prank uit elke maandag. Dus dat moet je even checken. De link staat in de beschrijving. En elke donderdag zie je een heel tof portret van iemand met een geweldige skill. Dus kijk dat YouTube kanaal ook, want dat ga je echt heel leuk vinden. Voor nu... Ik zou zeggen... Bye bye YouTube. Ik ben een afvraag eigenlijk, beste YouTube-kijkers. Als jullie nou in mijn bril kijken, zie je dan jezelf in je YouTube-schermpje? Zie je me? Zie je jezelf? Ja. Oh, ik zie je. Dag!